cast van Onze Jordaan de Musical houdt een flashmob in Purmerend. Hoezo Onze Jordaan? Purmerend. Dat is nou net de kern van deze musical. Die gaat over vasthouden aan je oorsprong of vertrekken. En in het geval van deze Jordanezen naar Purmerend. Als ik zo kijk naar het aanbod dit seizoen, jullie zijn wel de vreemde eend in de bijt. Jullie zijn geen Moulin Rouge, ook geen Saturday Night Fever. Nee. Wat gaan we krijgen? Nou, misschien is het beste om het te omschrijven als een soort smartlab van 2,5 uur. Of wat is het? Anderhalf uur? Oh, sorry. Anderhalf uur. Het is in elk geval een voorstelling met die de harten heel zacht probeert te maken. En er zit zoveel mooie muziek in. Het is inderdaad een soort kruising tussen die Italiaanse bel canto, mooie opera-stijl muziek. Die Jeroen Slijver heel mooi heeft verweven met die Jordaan, die echte Jordaanliederen. Die ook eigenlijk voortkomen uit die Italiaanse opera. Dus het past heel erg mooi bij elkaar. We hebben een fantastische zanger, Peter Gijsbert, een operazanger. En een heel erg mooi verhaal, wat ik al zei. Dus het is, ik denk dat het best wel iets moois kan worden. Ja. Peter, dan zien we elkaar weer. Nu heb ik je eindelijk horen zingen. Complimenten. Dankjewel. Vertel nog even aan de mensen die de eerste reportage niet hebben gezien. Wie ben jij? Jij bent Jan. Ja, ik speel inderdaad Jan. Jan is de zoon van Greet. Dat is een gezin in de Jordaan. Gespeeld door Ellen Pieters. En dan hebben we nog Loes natuurlijk als dochter. Door Roos. Roos Marijn gespeeld. Wij wonen in de Jordaan. En wat ik al zei, op een gegeven moment ontmoet ik een Italiaanse violist. En tegelijkertijd krijg ik heibel met mijn moeder. Waardoor ik besluit achter die violist aan te gaan. Voor zowel de liefde, maar ook om te gaan studeren in Napels. Klassiek zang. Dat is mijn rol. En op een gegeven moment wordt het bijgelegd. Na veel proberen van Roos Marijn, die zo Loes speelt. En dan kom ik op een gegeven moment terug voor de verzoening met mijn moeder. Dat is een beetje mijn rol. Jij bent een vertrekker, maar je komt ook weer terug naar de Jordaan. Ja. Daartussen zit een hoop strubbeling. Jij speelt de love interest van Jan / Peter. Vertel, wat is jouw rol? Nou, ik ben een Italiaanse uitwisselingsstudent die dus viool speelt en op het conservatorium in Amsterdam zit. Met de naam? Luigi Romagnello. Luigi. Ja. En ik kom hem tegen op straat en er ontstaat toch iets. En ik ontdek dat hij een talent voor zang heeft. En dan doen we samen een heel mooi klassiek stukje uit een opera. En ik zorg er eigenlijk voor dat hij zijn geaardheid ontdekt, zijn talent ook ontdekt en gaat benutten. En dat is mijn aandeel in zijn leven en in de voorstelling. In welk decennium speelt jouw rol zich af? God, ja, wij leren elkaar kennen, ik zou zeggen in de jaren 60. Dan hebben jullie denk ik moeilijk in Nederland, maar ook in de Jordaan. Zeker, dus het is allemaal heel geheim, het wordt ook niet geaccepteerd. En dat is, ik weet ook niet wat ik allemaal wel en niet mag vertellen, maar dat is ook een van de redenen waardoor het ook goed mis kan gaan. Het meest opvallende wat je gezegd hebt de vorige keer was dat je heel veel bewondering had voor mensen in de musicalwereld. Ja. Hoe snel bijvoorbeeld Roos Marijn binnen een uur
haar liedje onder de knie kreeg. Ja, en dat is nog steeds zo, gelukkig. En na 5 weken dat alles dan weg... Nee, dat is nog steeds zo. En wat nu nieuw is voor mij, is dat er ook dingen gewoon kunnen veranderen. Dat het snel opgepikt wordt en dat dat weer in scène wordt gezet. Met flexibiliteit en overgave. Ja, dat vind ik nog steeds ontzettend... Maar je gaat me niet vertellen met jouw ervaring dat jij het achterlopende leerlingetje bent van de klas. Dat is niet zo, maar het is natuurlijk in de klassieke wereld wel zo. Dat je vastzit aan die partituur. Mm-hmm. Dus zo is het en zo gaat het gebeuren, mm-hmm. zeg maar. Dus daar is minder ruimte in te vinden. Dus wij zijn misschien dan ook wat rigide soms. Maar ja, we zitten ook een beetje vast aan de noten vaak. Peter is een operazanger. Ja. Merk jij het verschil tussen jullie beide disciplines? Nou, het grappige is dat toen ik hier kwam repeteren en bleek ik Peter dus al te kennen van een ander project dat we hadden gedaan, een klassiek project. Ja. En dus dat was al leuk, dat je elkaar dan toch van iets anders kent. En verder klikt het denk ik juist heel goed tussen ons in de scènes en op het toneel, omdat we juist ook die klassieke achtergrond en die liefde voor klassieke muziek delen. Dus dat komt juist heel mooi uit de verf. Dus voor mij is het best wel een match made in heaven. Stijn, help even de musical liefhebber over de drempel naar de Lamar volgende maand. Nou, je had het over vreemde eend in de bijt. Ik ben graag de vreemde eend in de bijt. Het is gewoon iets wat je... Net weer wat anders met fantastische muziek. En uiteindelijk ga je met tranen in je ogen de zaal uit. Van de blijdschap. Dat en is een van, flinke claim. Ja, okay. En herkenbaarheid. Okay. Nou, het is gewoon een heel ontroerend verhaal. Vol met humor en vooral prachtige muziek. Jullie zijn veteranen in de musicalwereld, dus Roos Marijn heb ik inmiddels 5 keer gezien, dat 5 titels. Ja, denk ik. Maar altijd wel een beetje ook wel vreemde eenden inbijten. Ja. En Stijn sinds de gebroeders Leeuwenhart, nou dat is vorige eeuw bijna. Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat is niet waar. Mijn eerste klus na BNN. Ja, na BNN en naar de toneelschool vooral. Ja, goed op de hoogte. Ja, natuurlijk. Stijn en ik zijn dik. Oh, heerlijk. We zien elkaar soms 5 jaar zijn niet makkelijk. Dat zouden we allemaal willen. Okay. Ja, dan voelt het weer als gisteren. Ja, oké. Dank jullie wel, tot volgende maand. Yo.